Missie promotie. En die missie is geslaagd. En nu worden de spelers één voor één het veld of het podium opgeroepen. Ze worden allemaal op het podium opgeroepen. Hij heeft toch ook een groot aandeel gehad. Met de goede reddingen. De reservekeepers komen dan met Bukker en Jalving. En ook Timo Jansink mag het podium op. De man die misschien nog het meest blij is voor iedereen vandaag. Want hij debuteerde. En wat een wedstrijd om je debuut te maken voor Heracles Almelo. Tempo wordt een beetje opgevoerd. Satriano aan de beurt, die ook nog een doelpunt maakte. Maar je merkt het al. Na de keepers wordt het langzaam zeker opgebouwd. De hoofdrolspelers, de basis, komen wat later. Bakboord die al eens kampioen werd in de keukenkampioendivisie met Jong Ajax. Niet promoveerde uiteraard. Hij had ook geen groot aandeel door dat seizoen, maar die promotie die staat wel. Of die, dat kampioenschap staat achter zijn naam. En nu komen we bij de basis. Azawi, de man van de twee treffers vandaag. Dan komt Ruben Rooske, hopelijk houdt hij het en houdt hij alles binnen. Schoofs, die er ook zo makkelijk scoorde dit seizoen. Over makkelijk scoren gesproken, de meest onfortuinlijke op dit moment. Loopt daar achter op krukken. Nicolai Larsen, 16 doelpunten. En een gescheurde kruisband maakte een einde aan het seizoen een paar weken geleden. Andere vleugel spelen. Bruns. En dan komt Armenteros. Materiaalman. Hoogma moet nog even wachten. Die zal als allerlaatste worden geroepen. Daar komt de rest van de technische staf van teammanager Edwin van Linten. De fysio's, Leen den Boer, de videoanalist. Brian van Loo, de keepers trainen. René Komschot, die ook al zoveel heeft meegemaakt. Een van de luidste applaus is er voor Henry Kruse. En uiteraard ook voor de hoofdtrainer. En als allerlaatste de aanvoerder. Die in de voetsporen treedt van zijn vader. Om als aanvoerder van Heracles Almelo de promotie te mogen vieren. De felicitaties ook van Mark Boelen. We hebben de vraag waar Hoogma precies heen moet. Hij mag ervoor. Mark Boelen en Jan Bruijs gaan natuurlijk naar onze captain Justin Hoogma.
Er was maar één missie. Dat was promotie. Terug naar de Eredivisie. En die missie in Almelo is geslaagd. Heracles Almelo promoveert. En is na Pek Zwolle de tweede club die zeker is van de terugkeer op het hoogste niveau in Nederland. En net als Zwolle dat na één jaar afwezigheid. Het belooft een van de zwaarste seizoenen te worden in de Eerste Divisie. Met zoveel ploegen, met ambitie, met de financiële mogelijkheden. Maar Heracles heeft het gepresteerd. Lammers viert een feestje, Bultje viert een feestje. Want eindelijk mag het gevierd worden. Heracles Almelo is terug in de Eredivisie. Ik heb eerlijk gezegd geen idee of ik nog te horen ben. U ziet het feest. Dus laten we daar vooral van genieten.